face. Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe video met Murda's Dust Games. Het is tijd voor Clash Royale, dames en heren. En we gaan gewoon trofee jagen, zoals we dat gisteren ook gedaan hebben. Alleen gisteren zat ik op 2400 trofeeën in mijn 12 uur stream, wat trouwens echt super gezellig was. Nog voor de mensen die daar ook waren, nogmaals bedankt voor de leuke tijd met jullie. Maar er is een kleine verandering, zoals je kan zien. Ik heb 2984 trofeeën, dus we zitten echt akelig dichtbij die verrekte Arena 9. En we gaan eens even kijken naar de laatste replay. Dat is een hele spannende replay die zeker weten de moeite waard was. Het volume kan wel ietsje zachter, want het is net even wat te hard allemaal. We spelen toch iemand met een prinses waar ik echt al heel erg graag eentje van wil hebben. En we spelen tegen een Balloon Giant deck. Dus dat is La Balloon, sowieso heel erg moeilijk op de kanten. Hij weet precies wat hij moet doen. Giant en ballon. En toen had ik eigenlijk weinig antwoord, omdat die Giant volledig tankt. En ik krijg het niet voor elkaar om die Giant eerst dood te krijgen en vervolgens de Balloon. De Balloon komt bijna heel hard aan. Die Zep zorgt ervoor dat hij maar één bom kan droppen, maar ja, goed, die Princess van afstand die maakt ook echt de wereld aan schade. Ik pomp gewoon door met de Elixir en ik weet gewoon dat het geen zin heeft om nu een counter in te gaan zetten. Hij heeft Elixir zat om dat te counteren en ik kan niet een sterk genoeg push in elkaar zetten om schade aan te richten. Zoals je trouwens kan zien links onder in beeld, ik heb dat deck wat ik gisteren in de stream gebruikt heb om twee toernooien te spelen. Die heb ik gewoon gebruikt, die heb ik een beetje uitgepluist nu en ik heb nou denk ik het perfecte deck in elkaar gezet. Of nou, ik had hem al in elkaar gezet, maar ik heb nu de perfecte speelstijl van de deck gevonden. Een van de mensen op stream die had mij erop gewezen van nou, je moet eerst wat meer elixir collectors gebruiken. En die mini packer die moet gewoon achter die giant, dat is gewoon heel belangrijk. Zoals je nu kan zien, die barbs die worden één voor één gewoon gelijk weggeslagen. En er is helemaal niks voor nodig. En nou ja, zoals je nu ook kan zien, ja, goed, hij zapt het. Dat heeft allemaal verder al geen zin meer. Kijk, die schade die aangericht wordt is gewoon al meer dan hij bij mij. Sterker nog, ik krijg hem naar 367. 76, excuus. Dus dit is allemaal echt super nice. Dus, en ik krijg de leftovers van de minions, de leftovers van de goblins krijg ik voor elkaar om gewoon om de princess om te leggen. Hij is niet zo heel blij met wat er gebeurt. Hij gaat wederom een een giant loon gebruiken. Dit is niet een lava loon natuurlijk, excuus daarvoor, dat zei ik volgens mij zo net ook. Maar hij krijgt het nu wel voor elkaar om de schade, flink wat schade aan te richten. Sterker nog, die toren die verdwijnt helemaal tot één hoopje met puin. En nu is het een beetje tijd om mijn push door te gaan zetten. Want we zitten een beetje op de grens van wel of niet nog een push goed in elkaar kunnen zetten. En die giant wordt echt erg snel gesloten. En het is voornamelijk door die barbarian die nog leefde. Nou, gelukkig heb ik één poison die op tijd. Hij heeft volgens mij ziet wel een beetje aankomen wat er gaat gebeuren. Er is inderdaad niet heel veel meer voor nodig om zijn toren nu weg te halen. Hij dropt een giant en hij dropt een lava. En het ziet er allemaal een beetje, moeilijk uit. Maar op een of andere vreemde manier. Die giant haalt het wel tot de toren, maar die is echt, krijgt echt maar twee klappen krijgt hij op de toren. En nou goed, ik krijg het wel voor elkaar om in ieder geval zijn ballon te stoppen. En nou, nu gaan we dus doorpompen met Elixir, want dat is gewoon een van de grote steunpilaren van dit deck, zeg maar. Je moet gewoon Elixir Collector hebben, in ieder geval eentje. Het allerbeste is gewoon twee, dat je als een malle kan spelen. Kijk, hij komt nu met een push, maar ik weet allemaal precies wat er gaat komen. Dus ik kan de juiste kaart in de juiste volgorde droppen. En een van zijn grote fouten is dat de ballon werd te vroeg gedropt. Daarom kreeg hij alle aggro van in ieder geval de musketier en van de toren, als ik het goed heb. En ja, nu is het een kwestie van snowball of out of control. Eén poison zorgt ervoor dat alles eromheen doodgaat. Die stab goblins die regelen dat iedereen in de omgeving van die giant gepakt wordt. Die giant wordt als afleiding geplaatst. Ik geef hem nog even een well played, want dat is, het is ook gewoon heel goed gespeeld van hem. Alleen hij kwam net iets te kort en het is maar net wie de eerste sneeuwbal uitdeelt, zeg maar. Goed, dan zitten wij nu op een hoogste trofeeën van 2984. En als wij dus nog eentje winnen, dan zitten we niet alleen nog in Arena 9, maar dan zitten we straks ook nog eens een keertje op ons persoonlijk trofeehoogte. Ik zal even laten zien, ik zit als hoogst op 3003. Dus dat zou betekenen dat als ik dan meer dan 18 trofeeën pak, dan zitten we al boven ons persoonlijk record. Nou, 18 trofeeën, dat zou wel heel zeldzaam zijn.
Dan moet ik tegen iemand spelen met iets van 2850 trofeeën. Dan zou ik misschien er niet bovenuit komen. Maar sowieso kom ik in Arena 9. Mits we deze natuurlijk niet winnen. Dus we gaan het nu gewoon proberen. En we zitten gelijk tegen iemand met een hele hoge trophy count in Arena 9. En ook nog een keertje level 10. En nog een keertje Aziatisch. Is niet racistisch bedoeld. Is meer positief bedoeld. Want meestal betekent dat ze heel goed zijn in deze game. Goed, ik heb al eerder gespeeld tegen iemand met een Furnace deck. Ik hoop dat hij hetzelfde deck heeft. Want dan weet ik een beetje hoe ik daarvan moet winnen. Laten we hopen dat hij geen miner heeft, want daar kan ik dan nu even wat minder mee. Poison is nu zeker de moeite waard. Ik wacht even tot die musketier in de poison staat. Zo. En dan wachten we nu even af wat er gebeurt. Kijk, die gaan allemaal al dood, dus dat is helemaal perfect. Ik hoef niet eens meer elixir hierin aan te investeren. Wat ik wel even ga doen is die plaatsen. Die plaatsen. En die. In ieder geval even ervoor zorgen dat... Oh, heel goed gedaan. Die Royal Giant die... Mag gewoon door. Oei oei oei. Die Royal Giant gaat echt de wereld aan schade aanrichten nu. Maar we leven nog. Dat is het allerbelangrijkste. Vorige keer speelde ik ook tegen iemand met een Royal Giant Furnace deck. Dus dat is nu een beetje lastig om dat te counteren. Het is nu een kwestie van overleven. We weten nu wat er een Royal Giant gaat komen. Dus dan kunnen we een beetje die kaarten achter de hand houden. En we hebben nog 1 minuut en 40 seconden. En we tellen langzaam af natuurlijk. Ja, die poison vond ik wel een heel sterk idee, dus dat gaan we gewoon weer doen. Wat we nu anders gaan doen is dat wij onze musketier even ervoor gaan zetten, zo. En we plaatsen die eventjes. En die zap is zeer belangrijk, want dat zorgt in ieder geval voor dat die musketier niet meer mijn mini-packer kan slopen. Zo. En dan gaan we nu die giant plaatsen en dan wordt het toch haast wel tijd voor onze eigen push. Anders dan komen we niet eens meer op tijd aan de beurt qua schade aanrichten. En zap, oké, heel goed. Hij gaat die furnace plaatsen, gok ik. Zo, poison giant. Helaas gaan die minions te langzaam dood. Ze doen echt, ze krijgen het wel gewoon voor elkaar om die giant flink wat schade aan te richten, zeg maar. Wat ik eigenlijk de hele tijd al heb roepen. Goed, we gaan even doorcyclen naar onze giant. We gaan nu een royal giant plaatsen als het goed is. En zo niet, dan is het afgelopen met hem. Oh, hij plaatst die vuurbal daar. Oké, dat is helemaal prima. Daar kunnen we wel wat mee doen. Hij heeft nog 37 seconden. Dus deze toren is waarschijnlijk van ons. Zoals het nu lijkt. Nee, het lijkt niet. Oh, nee, dat gaan we niet redden helaas. Dat is jammer. En daar was één vuurbal. Heel goed. En één zap heeft hij nodig. Zo. We plaatsen die. En het liefst zo snel mogelijk. Oeh, dit wordt lastig. Hij is echt aan een muur aan het bouwen van spul. Doet hij heel erg goed. Minipacker, één klap. Yes. Oké, nice. Hij gaat deze zappen. Holy shit, what the hell. Wow. Ik dacht, er komt een zap aan of een vuurbal. Maar hij pakt hem niet. 38 trofeeën, dames en heren. En ik ben nu trotse eigenaar, als het goed is. Van Arena 9, holy shit, hier heb ik echt al veel te lang op gewacht. En ik blijf ook nog even dicht naar Arena 9, want ik moet en zal die prinses kopen. Ik heb het geld ervoor. En ik heb de energie ervoor. 3022 trofeeën zitten in de pocket, dames en heren. Dat was hem dan. Jongens, ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken. Maar niet voordat we gaan zeggen dat ik... zag de laatste Clash Royale video, werd iets minder bekeken. En ik weet niet of jullie Clash Royale nog steeds zo leuk vinden. Als jullie dat wat minder leuk vinden, dan hoor ik het ook graag. Als jullie graag andere games willen zien, dan kan je dat zeker ook even in de comment sectie achterlaten. En dan wie weet kunnen we daar wat mee doen. In ieder geval, ik wens jullie een hele fijne dag nog. En ik spreek jullie hopelijk snel weer op stream en anders op YouTube. Fijne middag jongens, later.